Het was een moeilijke wedstrijd vandaag, hè? Ja, we kwamen moeilijk op gang, maar op een gegeven moment zag je dat we beter in het spel kwamen en dat we op een gegeven moment de overhand hadden. Zijn dit ook eigenlijk de minder leuke wedstrijden? Een ploeg die, die probeert vooral om tegen te houden en zie je het maar stuk te spelen? Ja, dat kan je voor elke tegenstander verwachten als ze in de Kuip komen. Dat ze het niet makkelijk zullen maken natuurlijk. En je weet, Cambuur kan goed voetballen en als je in een spel laat komen, dan kunnen ze zomaar wegtikken. Maar ik denk dat we een goed spel er tegenover hebben gezet. En wat een mooi, wel een leuk moment in die eerste helft met een solo van Miguel Nelom. Alleen de bekroning ontbrak. Je speelde 6-7 uit, geloof ik. Ja, helaas. Op het laatste moment kon ik hem niet afmaken. Maar je weet in de toekomst, als ik weer zo'n kans krijg, dat hij wel erin gaat. Ja, je liet je vandaag sowieso veel, met veel aanvallende dadendrang zien. Er was veel ruimte aan die linkerkant. Ja, klopt. We hadden in de spreking van tevoren aangegeven dat aan mijn kant veel ruimte zou komen. Ik denk dat het op zich wel goed heb benut ook. Ja. Waar zit het hem nou in? Op een gegeven moment komen zij met 10 man te staan. En dan denkt misschien wel iedereen met een 2-0 stand, nu kan Feyenoord een ruime zege gaan boeken. Waardoor lukt dat dan niet? Ja, misschien de beslissing op het laatste moment. De eindpaas is niet scherp genoeg. En het is wel logisch dat de mensen verwachten dat je dan een grote uitslag kan neerzetten. En dat was eigenlijk ook de bedoeling. En als je met 10 man speelt, dan moet je daar ook voor gaan. Maar helaas hebben we op het laatste moment niet goed uitgespeeld. Ja, zij maken het zelfs nog spannend, althans. Ze scoren zelfs nog. Ja, ze maken uit het lullig moment nog 2-1, maar het is niet dat het daarna in paniek raakt of zo. We hadden nog genoeg balbezit en genoeg momenten om de score uit te breiden. Alleen ja, de afwerking zat er niet even mee. Ja, derde plek nu weer terug in handen. Dat verstevigt het vertrouwen denk ik ook weer. Ja, nou woensdag kan je verwachten dat iedereen hoopt dat Feyenoord misschien een dip komt of wat dan ook. Maar als team blijft altijd sterk staan achter elkaar. We hebben vandaag al getoond dat we het juiste vertrouwen hebben. En als iedereen doet wat hij moet doen, dan we gewoon een goed spel neerzetten. Ja, jullie moesten vandaag ook weer een beetje terugvallen. Eigenlijk leek het haast wel op het oude spel van de laatste seizoen. Met opportunisme. Want echt er doorheen voetballen, daarvoor was Cambuur vandaag ook gewoon te goed. Laten we die complimenten ook geven. Ja, je zag dat hij gewoon in het begin vroeg druk zette. En dan moet je gewoon even een ander spel er tegenover zetten. En gewoon even strijden, dat hebben we ook gedaan. Dat kunnen we ook. Ja, je ziet als we het zo uitspelen dat je ook op die manier kansen creëren. Dan is er nog één nieuwsfeit bij Feyenoord deze week. Belangrijk nieuws zelfs. De terugkeer van Dirk Kuyt lijkt aanstaande. Ben je blij en verheugd met de terugkeer van zo'n speler? Ja, ik heb hem ook bij NEC altijd mogen meemaken. En je weet dat Dirk altijd een gedreven speler is. En op zijn fitheid kan niemand klagen. Dus ik denk dat het alleen maar aanwezig zal zijn als hij richting Feyenoord komt. Ja, ook mooi voor al die jonge spelers die hier rondlopen, denk ik, toch? Ja, ik denk het ook. Met zijn ervaring die hij heeft, kan hij ook de wat jongere spelers natuurlijk helpen. Ja. Nu is het wel een speler die niet alleen in de aanval wordt ingezet, soms ook als linksback. Wordt het een concurrent of niet? Wie? Dirk Kuyt. Hij heeft op het WK als linksback gespeeld één keer. Ja, en toen weer aan de rechterkant. Dus ja, ook Miguel Nelom moet oppassen. Ja, ik denk dat hij linksback zal spelen, maar hij is op elke positie inzetbaar. Dus ik ben altijd scherp. Ja.